het is mooi, lekker blauwe lucht. Maar, in Zutphen heb je de Hank. Dat is een Natura 2000 gebiedje. Maar die staat helemaal op uitdrogen. Ik ben er al 10 dagen of zo elke dag mee bezig om ze te redden. Maar vandaag was het weer zo'n kikkervisjesdag. Maar ik had al heel veel kikkervisjes bij ons in de buurt gebracht. Dus ik wist niet meer waar ik ze naartoe moest brengen. Hier moet je kijken. Ik wist niet meer waar ik ze naartoe moest brengen. Maar ik wist in Waansveld met de padden en kikken die trekken. Heb je hier zo'n pool? Ik denk, breng ze hier naartoe. Maar eerlijk gezegd heb ik nog geen kikkervisje gezien of zo. Maar ik breng ze toch maar hier naartoe. Ten eerste droogt hij niet uit hier. Oh, wat gaat er lekker. Een mooi poeletje voor ze. Nou, zitten er nog een paar in. Moet ik even eruit spoelen. Zo. Een slakje zit er nog in. Ik ga hem ook even. Hup. Zo. Leuk hoor. Nou. Verder. Als ze niks hadden gedaan, waren ze sowieso dood gegaan. Joehoe, partij voor de dieren! En het gaat er zo slecht met onze mooie natuur. Dankzij Monsanto en zijn spuitfamilie, vriendjes, die Bill Gates en weet ik niet allemaal. Dus. Ja. Gaat er een kikkervisje heel blij daarachter. Ja. Nou, hier gaat er weer zo eentje, zo'n vriend. Ja. Ik zou wel willen weten wat ze erin spuiten. Nou, op 12 april om 9 uur 's ochtends op Radio 1 hadden ze het er nog over. Ik zeg, oh, hier moet je kijken. Oh, hier zwemmen allemaal brasems. Als hier voor de eerst. Wie zit die brasems af? Oh, volgens mij is dat niet zo goed voor de poeletje. Nee, ik weet niet wat brasem heet, maar
van alles. Maar in ieder geval, dat wist ik ook niet. Wie wat ontdekt? Hm. Als de gemeente dan samen gaat werken met de dierenbescherming, komen ze een stukje verder. En vogelbescherming. En ook nog reptielenverenigingen en weet ik wat allemaal. In plaats van hakken en zagen. Want tegenwoordig hebben ze machines. Nou, je wilt niet weten hoe dat gaat. Nou mensen, dat was weer. Toedeledokie.